Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie begon anderhalf jaar terug met de werkzaamheden om de parkeergelegenheid van de bussen te Onderbong te ordenen. Volgens Raoul Swedo, hoofdvoorlichting van het ministerie, is de ene helft van de middenstrook al af. Verder zijn de strekkingen van de Rust en Vredestraat en de Hofstraat, als ook die van de Waaldijk en de Hofstraat, afgerond. Onderbong is bijna niet meer te herkennen, omdat alle bomen zijn verwijderd. Zwedeno zegt dat de bomen wel voor schaduw zorgen, maar dat ze vanwege veiligheidsredenen moesten worden verwijderd. De bomen waren namelijk zo oud dat ze elk moment konden omvallen. Het ministerie is nu bezig met ontwateringswerkzaamheden, geeft Zwedeno aan. Wat ze doen, is uh, de middellozing de wordt vervangen. Er komt daar een rond 100, tenminste twee. Twee lengtes van rond 100 komen daar te staan. En er is ook een laterale lozing aangebracht. Daar hebben we dus rond 50 kokers geplaatst. Waarom? Die laterale lozing die geldt voor uh, het opvangen van alle lozingen van de panden die hier staan. Ja toch? Dus die lozingen van die panden die koppelen aan uh, onze laterale lozing. En na een bepaalde strekking komen ze dan weer Gekoppeld aan onze hoofdlozing. Maar het is meer om onze hoofdlozing niet te belasten. En je weet, met regenval. dan heb je altijd dat de wegen meestal onder belang, tenminste blank liggen. En om erger te voorkomen. is het altijd goed als je hoofdlozing, je hoofdlozing niet zoveel belast is. Het totale project moet in twee jaren zijn afgerond. Zodra de ontwateringswerkzaamheden zijn voltooid. zal dit gedeelte weer worden vrijgegeven voor de bussen de grond gaan ze dan aanpakken, weer stabiliseren. Het wordt uh, mooi bestraat, om het zo te noemen. Er worden tegels geplaatst en dan heb je weer dat wij de parkeergelegenheden van de bussen hebben georganiseerd. En hoe lang zullen deze werkzaamheden nog in beslag nemen? Begin. 2018 moeten we zover zijn. Ik zei het eerder, er is twee jaar voor uitgetrokken. We zijn gestart in 2016. We zijn nu in 2017, dus begin 2018 moeten we zover zijn met de werkzaamheden. En dan worden de bussen weer hier naartoe gebracht. Tenminste, de bussen die gaan weer hier parkeren. Maar is nog niet duidelijk vanuit uh, ons directoraat transport welke bussen hier ondergebracht worden. Tot zover Raoul Swedo, hoofd van de afdeling voorlichting van het ministerie van C. Hij sprak over de werkzaamheden die het ministerie uitvoert te onderop.